Mensen zijn vaak veel strenger voor zichzelf dan voor een ander. Daarom is zelfcompassie zo belangrijk. Zelfcompassie betekent eigenlijk dat je jezelf net zo behandelt zoals je een vriend zou behandelen. Dat wil ik inzetten om mensen met kanker te helpen. Ik ontwikkel een app die mensen die net de diagnose kanker hebben gekregen emotioneel te ondersteunen. Dit doe ik samen met patiënten, met verpleegkundigen en met een projectteam. En in een serie workshops bepalen we samen in opdrachtjes wat voor onderwerpen aan bod komen, hoe het eruit moet komen te zien en wat voor functies er allemaal in de app moeten. Je kan je wel voorstellen dat mensen met kanker veel vaker last hebben van angst en depressie, maar ook van schuldgevoel. Ze voelen zich bijvoorbeeld schuldig over hun leefstijl, omdat ze niet eerder naar de dokter zijn gegaan of omdat ze hun familie of vrienden niet kunnen bijstaan. Met de app wil ik mensen helpen om minder streng voor zichzelf te zijn. We weten dat het echt heel zwaar is om de diagnose kanker te krijgen. Natuurlijk fysiek, maar ook psychisch is het heel zwaar. Daarom is het belangrijk dat mensen laagdrempelig hulp kunnen krijgen. En met de app kun je een zelfcompassietraining stap voor stap volgen. Maar als je daar geen energie voor hebt, dan kun je ook losse oefeningen doen, zoals bijvoorbeeld een lichtpuntje van de dag invullen. Eigenlijk zou ik nu 5 weken in Oslo zijn voor een werkbezoek. Dat ging natuurlijk niet door. Ik werk nu fulltime thuis achter de laptop. Ik kan bijvoorbeeld ook geen workshop organiseren. Een voordeel is wel is dat ik veel tijd heb om te schrijven en om aan de inhoud van de app te werken. Faces of Science.